komt ook een documentaire, want je bent 70 jaar bezig. Dat gaat ook weer doorgaan op een heel speciaal moment. Ja, dus ik ben al van bij de start toch wel een van de stimuleerde krachten achter de Gentse Week. En dan ja, voor mijn 70ste verjaardag, ik ben en blijf in dienst blootstel ik wel een Gentenaar. Rudy van Noorde, die al jaren het werk filmt van Spelken van de Rekluiten, want zo is het eigenlijk begonnen, is dan een vriend geworden, is beginnen ook captaties te doen van het Taptoe-werk en later Taptoe's Erf. En zo is de idee ontstaan van, ik zou wat wel met dat materiaal doen. Dus heeft hij lange interviews met mij gedaan, zowel bij mij thuis als in mijn atelier. Hij is mij ook komen opzoeken in Venetië. En dat zal gemengd worden met beelden van mijn theaterwerken. Ik ben daar artistiek zelf niet mee bezig. En hij krijgt daar de complete verantwoordelijkheid. Maar ik heb andere documentaires van hem gezien. Dus ik kijk er naar uit. Het zal voor mij een even grote verrassing zijn als voor het publiek. Maar ze moet dan, hè, met een cadeau. Ja, een cadeau moet je verrassen. Dus ik hoop dat in een documentaire een mooi tijdsdocument wordt van wat ik al heel mijn leven doe eigenlijk.